De hoop was een prachtig feest, maar de stad vierde op een andere manier feest. Namelijk via de Legalized Party. Een soort love parade met heel veel geluidswagens, een stuk of 18 grote vrachtwagens met generatoren en veel muziek, veel house. Allemaal rond het thema legalize. De softdrugs moeten gelegaliseerd worden. Dat was een duidelijke boodschap van deze mensen die vanaf de Dam de hele stad door tot de Oostelijke Handelskade trokken en nog lang doorgingen met feesten. Onze studiogast is Willem Oltmans. We spraken een paar weken geleden met hem en zijn nieuwste boek, De Staat van Bedrog, is de basis van dit gesprek. Willem Oltmans. Goedemiddag.
Er zijn in Nederland van die mensen die een beetje tegen de draad in zijn. Willem Oldmans, hou je het gezellig. Willem Oldmans is een van die mensen en ik ook. Oh. Dus dat kunnen we toch nog gezellig houden. Nee, dan is het goed. En de laatste tijd zijn er weer een aantal dingen gebeurd. Yeah. Waaronder de val van Suharto, of in ieder geval de halve val van Suharto. Willem Oldmans gaat weer eens naar de rechter toe. En er is een boek, De Staat van Bedrog. Dus we dachten, we nodigen de heer Oldmans maar weer eens uit, want altijd een leuk verhaal. En hij kwam braaf. Hij kwam braaf, op zijn fietsje, want ja, dat hoort in Amsterdam. Ja. En de financiën laten ook dat niet anders toe. Nee, dat heb ik gewoon. Heb je nog die vleugel? Heb je die nog? Nee. Ik zit op de minimummarkt. Ja. Ze hebben je echt gepakt? Ze hebben me gepakt, ja. En hebben daar reuze veel lol van. Maar laat je daar nou echt een beetje... Absoluut niet. Niet. Nee, absoluut niet. Want je woont op de Leijmansgracht aan de overkant, ja, daar. Ja, maar het moet wel een keer afgelopen zijn natuurlijk. Ja. Maar er is toch een aanbod van gereden betalingen aan je gedaan ooit? Te zeggen, ja, want... er is mij nu verzocht om even niet te veel erover te praten, want er zijn een aantal initiatieven van de grond gekomen om dit toch te regelen. Prinses Margriet zal op 16 juni verschijnen voor de rechter in Den Haag. Prins Bernhard op 6 juli. En dan moeten we maar eventjes de balans opmaken of we er zijn. Even voor de kijker. Willem Oldmans is nou al heel lang journalist. Was altijd goed bevriend met... 44 jaar. Met staatshoofden, maar ook de Nederlandse staatshoofden. Maar op een gegeven moment zei de Nederlandse politiek, of het christelijke Nederlandse politiek, in ieder geval een aantal mensen in de Nederlandse politiek, die begonnen jou een beetje opzij te schuiven. Je had een te grote mond, of wat je ook gedaan hebt, weet ik niet, te veel invloed. En ze begonnen je weg te schuiven. Nu, hele tijd later, heb je gezegd, jongens, dat hadden jullie niet mogen doen. Ik daag jullie voor de rechter, want ik vind dat jullie mij het werk een beetje onmogelijk gemaakt hebben. En daar moet je eigenlijk maar eens wat voor betalen. Is dat een beetje in een nutshell? Zeer in grote lijnen. Want het is natuurlijk eigenlijk anders. Ik werd in 1953 journalist. En kreeg in 1956, dat is 3 jaar nadat ik journalist was. En dat ben ik nu 45 jaar. De rode kaart van Den Haag. Dus ik heb 3 jaar van mijn leven kunnen functioneren als vrije journalist. Ontmoette in Rome Sukarno en heb nu 42 jaar de rode kaart van Den Haag. Dus het is een beetje een groter verhaal dan jij hebt opgedist. Maar wat is een rode kaart? Een rode kaart betekent, hij mag nergens een vaste betrekking, we maken hem zo zwart mogelijk. Beroepsverbod, character assassination, gewoon zo zwart maken als Roet. In de hoop dat niemand verder naar hem zal luisteren, hem serieus nemen, et cetera. En over die 42 jaar heb ik het nu. En dat heb ik toch... grondslag gelegd door beslag te kunnen leggen op de telegrammen en de documenten die aantonen allemaal geheim, dat Luns daarmee begon in 1956 en dat is eeuwig doorgegaan. Waarom hebben die mensen allemaal van een bepaalde signatuur? Ze hadden reuze de schurft in dat ik naar Sukarno ging, want dat was staatsvijand nummer 1 en daar hoorde hij niet mee om te gaan. En dat over vrije pers gesproken, hè, we hadden net een oorlog achter de rug. En daar waren ze gewoon tegen. En ik zat niet in de zakken van Den Haag. Ik zei wat ik zelf vond. Nou, dat mag in dit land natuurlijk niet. Je moet ergens onder de paraplu van Den Haag zitten. Ja, maar artikel 7 en 9 van de grondwet zeggen vrijheid van meningsuiting. Ze lappen alles in Den Haag aan hun laars. En ze plegen mijnheid en ze liegen en ze bedriegen alsof het niks is. En vindt heel gewoon tot en met Dokters van Leeuwen toe. Die is aangeklaagd voor die mijnheid in mijn zaak. En dat loopt nu. Je bent wel een lastig mannetje. Want helemaal niet. Vind je mij lastig? Ik kom op tijd. Nou, ik was 5 minuten te laat. Ja, ik ben in een uitstekend humeur. Ik breng een boekje mee. Ik ga straks weer weg met een flesje wijn. En dan is het klaar. Nee, ik ben geen lastig man. Maar ik ben wel precies. En ik vind wel dat je als journalist moet analyseren. En je geschiedenis moet kennen. En voor je mond open doet. Eerst goed kijken wat de situatie van een bepaald, neem bijvoorbeeld Indonesië, is. En dan daarover schrijven, want daar hebben de lezers recht op om te horen hoe die zaak in elkaar zit. Nou, ik heb al die jaren dat Suharto 32 jaar lang aan het bewind is, heb ik precies gezegd wat ze nou allemaal zeggen. Dat het een schurk is. Dat hij 100.000 mensen heeft laten vermoorden en in de rivieren smijten. En dat hij eigenlijk veel erger is dan Pol Pot. En nog,
ongeveer 100.000 maal erger dan die ene meneer in Joegoslavië waar ze allemaal zo achterin zitten. En die dan zo nodig naar Den Haag moet. Nou, als er één vent naar Den Haag moet voor het tribunaal, is het die smerig Zwarto. Die moet daar naar komen. Maar nou lezen we in de krant, hè? En dan doe je collega's geschreven van, Suharto is weg of half weg, Habibi zit er nog. Is dat nou werkelijk een opruiming? Nee. Of is het een... Eerste fase. Nee, dit gaat fout. Dit gaat natuurlijk helemaal fout. Kijk, je moet het zo zien. Die Suharto is door hoogverraad van Sukarno, want hij was een generaal, Sukarno was de hoogste man, die heeft hij verkwanseld en verraaien om de macht te grijpen voor de CIA met de Amerikanen samen in 1965. En verdomd, hij gaat weg ook met een coup. Dus hij heeft... Ja, maar dat hoort er een beetje bij, dat land, of niet? Ja, nou, dat moet je nou niet zeggen. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik zou ze niet zo naar beneden willen halen. Kijk, die lui, die Suharto, die zag aankomen dat hij het echt niet meer redde. En die heeft gewoon weer een coup gepleegd en die zag aankomen dat het parlement op vrijdag hem zou veroordelen. Hè? Impeach heet dat. Mm-hmm. En die heeft op donderdag als de bliksem die Habibi, wat een stroommannetje van hem is, onder ede laten beëdigen met alle opperrechters erbij. En iedereen is erin getrapt, maar ze zijn er niet in getrapt. Ze pikken het niet in Indonesië. Ze pikken die Habibi op deze manier niet. Het gaat mis, want daarnaast loopt Indonesië economisch in de soep. Dus het is niet alleen... dat ze echt gewoon schip willen maken van al die rotzakken die met Suharto hebben samengewerkt om het Indonesische volk uit de leeg te plunderen voor eigen gewin. Maar ze willen ook, ze willen nu, doordat de economie zo slecht is, en dat bijvoorbeeld de rijst die ze zelfstandig konden maken, nu met enorme miljoenen ton moeten worden ingevoerd waar ze geen deviezen voor hebben. Er komen problemen in Indonesië, economische problemen die zo ernstig zijn. Ze gaan weer de straat op, je zal het zien. Maar die economische problemen, jij bent geboren in Indonesië? Nee, mijn hele familie komt er een aantal generaties vandaan, maar ik was net in Holland geboren. Maar in die tijd was Indonesië een rijk land? Ja. We hebben het een beetje leeggeplunderd, maar het was een rijk land. Het explodeerde rijst. Ja, kijk, we hebben natuurlijk daar veel voordeel aan gehad aan Indonesië, maar we hebben er ook veel voordeel gebracht. Bijvoorbeeld, de kinaboom was in Indonesië niet bekend. Dus de Nederlanders, wij, mijn voorvaders, mijn grootvader, die mensen, die hebben de kinaboom uit Bolivia overgebracht naar Java en daar een wereldmonopolie gesticht door de kinabast te produceren voor het geneesmiddel tegen de malaria. Dus we hebben natuurlijk... Quinine. Dat deed de ene grootvader van mij. Mijn andere overgrootvader was president van de spoorwegen in Nederlands-Indië in de vorige eeuw. Dus we hebben daar 4000 kilometer spoorweg aangelegd op Java. En dan kan je wel zeggen, ja, dat was om die... De winst die we uit Indonesië haalden uit het voormalige... Ik begrijp toch een beetje waarom je dat koningshuis zo ziet zitten, want... Ja, die zijn er ook beter van geworden. Jij zegt, praat nu ook in de pluralis majestati wij, ja, familie. Ja, ik heb de familie nog niet genoemd. jij wel. Ja, die haalde daar veel van. De Nederlandse handelmaatschappij, de factorij, waar Milot Natuli zo tegen gekeerd is in zijn Max Havelaar. De Nederlandse handelsmaatschappij was natuurlijk een van de grootste leeghalers van Indonesië tegen hele lage bedragen. Maar ja, dat paste toen. Dat is net als die verhaal van Colijn. Hendrik Colijn, die was dus 100 jaar geleden daar een oorlogje aan het voeren in Sumatra. En die was in Nederland bekend als een soort keurig meneer. Mijn ouders stemden altijd op Hendrik Colijn, herinner ik mij. En hij was een vriend van de majesteit, Wilhelmina. En die kerel die blijkt nu, 100 jaar later, volgens een professor Langeveld, die de boeken is gaan naslaan, links en rechts iedereen te neer hebben gepaft, inbegrepen dames en kinderen. Nou, dus dat was natuurlijk eigenlijk ook een schurk. Maar dat moet je zien. In de tijd. Juist, geloof ik wel. Niet dat het een haar beter of minder is. Dat het daarom wel kon, nee. Maar ja, vroeger werden in Afrika de inboorlingen, de local people, je zou kunnen zeggen de autochtonen van Afrika, die hier allochtonen heten daar ook autochtonen. Als die autochtonen werden omgelegd. Ik heb het meegemaakt dat een scheepsbouwer in Wassenaar op een feest zei in 1961 dat hij aan de militaire actie tegen Sukarno had deelgenomen op Java. En dat hij en zijn officieren het schieten op Javanen vergeleken met het jagen op konijnen
in de Wassenaarsduinen. Dat heb ik. Ik ben razend geworden. Ik ben op een school geweest in Den Haag. Ja. Oh, zo. Teamstra bestaat al lang dat niet meer. Dat is heel keurig. Maar het was een hele keurige school. Maar ja. Er waren veel oud-knilofficieren. Oh. En een van die mensen heeft wel eens verteld. Hij zegt, ja, ach, in Nederland dachten ze dat met decimeren dat er bedoeld werd dat je één inlander eruit schoot. Hij zegt, nee, we lieten er één staan van de 10. Ja, nou ja. Je moet er niet aan denken. Maar goed, dat ging inderdaad. Het ging daar van... Ja. Van dik groot. Wat dat betreft zijn we natuurlijk geen haar beter geweest dan de Amerikanen in Vietnam. Ja, maar luister even. Dat deden wij in de vorige eeuw. Nou, we deden toch ook lang. Ja, met de militaire politieke acties. Met de militaire acties zijn we natuurlijk ook nog wel bezig geweest. À la de Amerikanen in Vietnam. Die waren wat later daarmee. Maar dat was meer een kruistocht tegen het communisme. Wij wilden eigenlijk de grondstoffen van Indonesië onder controle houden voor de Bataafse oliemaatschappij en de Shell, et cetera, et cetera. Terwijl we Sukarno op ons pad vonden om die boel vrij te maken. Vandaar dat we Sukarno zwart hebben gemaakt tot en met. En ik ook heel slecht over die Sukarno-dag, tot die vent in Rome verscheen. En toen dacht je, dit is wel een aardige man. En ik daar correspondent van de Telegraaf was. En verboden werd om naar hem toe te gaan, maar ik ben toch gegaan. En hij, ik moet je zeggen, ik dacht toen wel, dat is een aardige man, maar hij zit me een klein beetje in het ootje te nemen. Ik wil toch zelf gaan kijken. Dus toen ben ik naar Indonesië gegaan. Om dat ter plekke te gaan bestuderen. Toen ben ik tot de conclusie gekomen, we doen het fout. We moeten met die Indonesiërs gaan rijsttafelen en vrienden maken. En net zoals de Britten dat gedaan hebben met de Commonwealth. Die verdomde Commonwealth bestaat nog. Van een hele hoop landen in de hele wereld is de Britse koningin nog altijd het hoofd. Omdat die Engelsen op een hele gladde, smerig uitgekookte manier die kolonie toch op een of andere manier in die Commonwealth hielden, zodat er nog wat te verdienen was. Nee, wij niet. Wij zouden dat eens eventjes doen. Op zijn net. Van dik hout zaagt mijn planken. Nou, het resultaat is er dan ook net. Terugkijkend. Ja. Je hebt Sukarno gekend, je hebt Suharto wel eens geïnterviewd. Ja, zeker. Wat verschillende mensen. Totaal verschillend. Kijk, Suharto was van de straat. Suharto kwam uit een of andere kampong die niet op de kaart te vinden was. En die kon goed schieten. En die dacht, kijk, ik zal maar bij de Nederlandse leger gaan zitten, dacht hij in de koloniale tijd. Want dan heb ik meer te vreten. En de Nederlanders lieten hem opkomen voor sollicitatie. En waar hij voor werd aangewezen was kok op een marineschip. Want hij kon verder niks, alleen rijst koken. Nou, dat is Suharto. Nou, en op een schip kunnen ze niet weglopen. En ze kunnen niet weglopen, dus als, juist. Dus die Suharto, kijk, Sukarno was iemand die niet alleen tot ingenieur gestudeerd heeft op de Technische Hogeschool in Bandung, maar die in die 11,5 jaar dat hij door ons werd opgesloten in een huis in Flores en Sumatra en Bengkulu en zo, enorm veel had gelezen en vloeiend Frans, Duits en Engels sprak naast zijn Indonesische talen. En ook, ik heb het hem horen doen, in München een rede in het Duits hield en in Frankrijk met de Gaulle Frans sprak. En dat was een zeer ontwikkelde baas, hoor, die Sukarno. Dat was een buitengewoon een bijzonder man. Als je nou teruggaat in de historie, hè, ja. Wij denken van, nou goed, hoe zat het in Indonesië? Had daar ook allemaal koningen of hoe die mensen ermee heten? Ik heb de sultans. Susuhunans. Dus je hebt de sultan van Jokja en de Susuhunans. Dan heb je koninkjes van Tidore en Ternate. Ik ben met Sukarno op reis geweest. Naar al die Bali had je 4 of 5 koninkrijkjes. Ja. Hebben we ook nog eens over de kling gejaagd? Hè? Ja. Daar zijn er ook een paar gechinchankt. In de vorige eeuw is er een keer een ruzie gemaakt over heel iets raars. Namelijk de rechten van de bevolking om aan de grond gelopen schepen te plunderen of leeg te halen. En dat deed ze een paar keer met Nederlandse schepen. En toen hebben de Nederlanders daar strafexpeditie naartoe gedaan. Wat? Strafexpeditie. En dat liep uit de hand. Ja, daar heb ik over gelezen. Ja. En toen zijn een paar koninklijke families, die zijn dus de dood ingelopen. Ja. Die hebben zich als het ware opgeofferd met 400 edelen. Dat doen die Arabieren ook, hè? Daar met Israël. En dat is die moslims die denken dan dat ze hun... Eervolle manier om de... Niet alleen eervol, maar ze denken dat ze vlugger in een 5-sterren hotel terechtkomen.
dan wanneer ze hier blijven. Hè? Ja, dus, ja. Ze denken dat ze erop vooruit gaan. Dus dat is een hele vreemde tournure. Maar ook in die tijd waren er dus koningen. Ja. Nu heb je een situatie dat er een Sukarno, die zit er, hoeveel jaar heeft hij er gezeten? 15 jaar? Nee, kijk, hij heeft er gezeten van 25 tot 45 in de oppositie. Dus dat hij de vader des vaderlands was in rusten, want de Hollanders zetten hem achter slot de grendel. En hij heeft geregeerd van 45 als president van de Republiek Indonesië tot 67, dus 22 jaar. Maar en toch een soort koning, met zijn koninginnen en zijn vrouwen. Nee, Sukarno was geen koning. Deze vent was een koning, want die kwam nergens vandaan. Die lui die nergens vandaan komen, doen graag koning. Maar Sukarno had dat niet nodig. Die frat, dat mag ik misschien niet zeggen. Maar als ik bij Sukarno op Paleis Bogor was in de bungalow, dan had hij, als javaan, had hij de rest met zijn vingers door. Die was zeer eenvoudige man, Sukarno. Zeer eenvoudig. Die heeft zichzelf nooit verrijkt. Nog zijn familie, nog zijn kinderen, nog iemand. Die kinderen van Sukarno kregen van Suharto allemaal een tankstation cadeau. Dat ze een beetje bij konden verdienen. Die kregen allemaal een Shell station. Maar die hadden niks toen Sukarno. Sukarno was iemand die, als die bijvoorbeeld iemand van de president, vice-president van de KLM vroeg om uit New York shirts mee te brengen van Saks Fifth Avenue. Dan zaten we aan het ontbijt met Sukarno en dan vroeg de president en Konijn, want hij noemde Konijn een woord, dus pak klintje Konijn. Hè. Zeg Konijn, hoeveel krijg je voor die overhemden? Nee, de president, dat is een cadeautje van mij. Nu, nee, dat wil ik niet. Hoeveel was het? $238. Nou, zei dan president Sukarno, ga dan even op het paleis, hè, in Jakarta, ga dan even in mijn slaapkamer. Daar vind je in de klerenkast, op de plank, een attaché-koffertje en haal daar $238 uit. Dus Konijnenburg ging naar de slaapkamer van de president, vond het koffertje. En daar zaten dus stapeltjes van $10 en $20 in die, en $1. Met banderolletjes erom, waarop stond hoeveel van 10 en hoeveel van 20 in dat banderolletje zaten. Maar iedereen had al gerampast, dat betekent gejat, uit die koffer van Sukarno. Dus, er klopte geen moer van. Maar Konijnenburg zei, ik kon lastig even daar gaan zitten tellen in de slaapkamer van de president of het er wel in zat. Hè. Dus ik nam maar wat en meldde me bij de president dat hij betaald had. Ja, nee, Sukarno was dat. Kijk, deze is zo hard. Dat is een rasproleet eerst en een haatdragende. Het is een moordenaar, die man. Die heeft meer doodsvonnis in zijn leven getekend dan wie ook in Zuidoost-Azië. Hij is misschien alleen overtroffen door Pol Pot. Alleen Pol Pot liet rechts fusilleren en de klein vermoorden. En Suharto heeft links laten vermoorden. Maar de beramingen van die moorden van Suharto lopen tot in de honderdduizenden. De Economist in Britten, in Engeland spreekt van 1 miljoen. Maar goed, het zijn honderdduizenden mensen geweest die die over de kling heeft laten jagen door die parachutisten van generaal Erwo Sadi. Hoe heette die ook alweer, die kerel? Satya Erwo, ik kan het niet even op de naam komen. Maar goed, is Sarwo Eddy heette die vent. Dat was een parachutist. Die heeft dat in opdracht gegeven. Maar hoe staat, laten we even aannemen. En die Habibi, dat is een volgende ramp. Want dat is een opgewonden standje, daar word je doodziek. Kijk, die Habibi is een hele, het is bovendien geen Javaan. Indonesië moet altijd een president hebben uit Java. Want dat is het grootste land. Van de federatie, het is geen federatie, het is een eenheidsstaat, archipel, maar van de archipel is dat, de Javanen zijn natuurlijk de grootste. Maar nou zit daar dan die vent uit de Molukken. En hij heeft hele goede brains, hij is een vliegtuigbouwer. Uit Messerschmitt, uit West-Duitsland. En Suharto heeft hem gehad, dat is heel slim, want die Suharto is natuurlijk boeren slim. Hè? Pinter Busuk heet dat in het Indonesisch. Dus die vent die is gehaald naar Indonesië en die is een vliegtuigfabriek begonnen in Bandung. Nou, dat wist hij dat hij alleen niet kon, dus hij heeft dat met Fokker proberen te doen. En Fokker zat toen nog hoog te paard en vond het te min om met die Indonesiërs die vliegtuigen te gaan bouwen. Dat verdonden ze. Dus hij heeft het alleen gedaan en hij heeft het gered. Hij zei, ik ben die vliegtuigfabriek. De tweede man van Habibi bij die vliegtuigfabriek is generaal Yuwono. Dat is een generaal uit de Sukarno-tijd. En die heeft mij rondgeleid 2 jaar geleden in die fabriek. En toen stond er een soort kleine Concorde.
een particulier vliegtuig, maar in de vorm van een Concorde. En ik had nog nooit zoiets gezien, nergens, ook in Amerika niet. Dus ik vroeg aan die generaal Jouwone, wat is dat voor een mooie jet? Oh, dat is de particuliere vliegtuig van Habibi. En dat is mooier dan dat van Suharto. Want ze hebben allemaal private jets daar. Hè? Ik hoor hier dat de private jet van Beatrix niet meer veilig is. Hè? Daar is iets, daar is iets die... In Nederland doen we dat niet nee, goed. Maar ministers, daar zakken ze, dat van, gaan niet daar goed zakken en... ze nog een keer door. Nou goed, maar in ieder geval... Dus je kan... Die Habibi is een zeer dubieuze figuur. En die is even op de valreep geïnstalleerd door Suharto. Hij heeft even als de donder benoemd, de stafchef, Birando, en deze wend. Dus die twee maken dienst uit en Suharto belt uit de faam bij die koeienfok. Zo wil hij het hebben. Dus wel hebben ze niks veranderd, maar kijk nou naar het land. Ja. Indonesië, je zegt het is leeggeroofd. Vierde grootste land ter wereld. Paar buurlanden. India en Pakistan hebben een atoombom gemaakt. Ja. Veel weerstand uit de wereld. Mm. Maar daar ligt Indonesië, op zich een veel rijker land qua handel. Ja, maar het is mismanagement. Hè? Is mismanagement. Maar heeft dat land nog een kans? Nou, voorlopig gaat het, beginnen ze pas aan het dal. Ze zijn nog lang niet, ze zullen in een dal terechtkomen is wat zo diep is. Dit is nog maar het begin. Ze gaan helemaal naar de knop in Indonesië. Totaal. Want het is volkomen van de... Kijk, die rupia van Indonesië, die heeft nu dit jaar... is met 80% in waarde gezakt. Nou, dus je snapt. Ik heb gewoon... een van de Wall Street Journals... Dat is toch triest? Ik bedoel, sorry, dat is afschuwelijk. We hebben in Nederland... Maar dat is het werk van Suharto en die groep. Mm-hmm. Moet Nederland daar dan niet eens wat aan doen? Zeg alsjeblieft, we hebben... A fond perdu, we hebben dus, Nederland heeft dus, waren zo blij dat Sukarno eraan ging en dat die stinkende zo hard op zijn plaats kwam, dat vonden we hier zo prachtig dat er een generaal kwam, dat we hebben die rotzak gefinancierd, de rijkdom van Indonesië nu, dan zeggen ze allemaal, die Suharto, die heeft zoveel bereikt, die heeft de economie weer naar boven gehaald, en de grote hotels gebouwd, ja, die zijn allemaal het eigendom van mevrouw Suharto geworden. Maar het punt is, dat de westerse landen, onder de naam IGI Club, met als voorzitter Jan Pronk, ook zo'n vondst. Hè? Die hebben miljarden in die stinkende Suharto gepompt, om het Indonesische volk ten eigen bate te kunnen uitbuiten. Moet je even nagaan wat daar gebeurt. Dat is met Mobutu in de Congo precies hetzelfde gebeurd. Dat is ook een CIA-generaal, net als Suharto. Dat is een CIA. Maar zie je nou niet... Dit klinkt... Het zijn allemaal slechte mensen. Zijn er ook... Nee, wie zegt het zijn allemaal slechte mensen? Dat zeg jij, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de CIA in 1965 uit angst voor de oorlog in Vietnam, die toen op een hoogtepunt was, om niet in de rug van de oorlog in Vietnam een Sukarno te krijgen, die sympathiek stond tegenover China en Rusland. Hij was absoluut geen communist, maar die was makkelijk tot communist te verklaren, want de Amerikanen zien een communist hier onder jouw tafel zitten. Even kijken, nee, er zit er nu toevallig vanavond geen. Maar ik bedoel, de ziekte van de Amerikanen om in iedereen een communist te zien, die is gebruikt om dus een paar topfiguren in de derde wereld, waaronder Nkrumah in Ghana, Lumumba in de Congo, daar hebben ze Mobutu voor in de plaats gezet. En in Indonesië hebben ze Sukarno gezegd. Ik zeg niet, nou moet je niet meteen gaan zeggen, oh, nou noem je iedereen rot. Nee, mevrouw Indira Gandhi heb ik vele malen geïnterviewd. Dat is een van de topdames die ik ooit ontmoet heb. Nee, dat is helemaal niet waar. Maar daar in Indonesië hebben ze een rotzak neergezet. Dat weet ik heel erg zeker. En dat wist ik al in 19, toen het gebeurde. En dat heb ik ook altijd volgehouden, wat ook de reden was. Dat toen koningin Beatrix in 95 op staatsbezoek ging, ik niet mee mocht. Wat natuurlijk absurd en dat is een van de redenen waarom je zegt dat was een soort broodroof. Ik ben nou, kijk, knot kijk, in nou, mijn vak. Nou, om daar nou iets over te zeggen. Kijk, de majesteit is een hele een van de grote vorsten die dit land heeft voortgebracht. Maar ze heeft zo voortreedt wel een aantal grondwetartikelen. Wanneer ze zich bemoeit met wie... welke journalisten wel of niet mee mogen als een reisje gaat maken. En zij ging naar een absolute schurk toe, waar ik vind dat je geen koningin van Oranje mag blootstellen om te beginnen. Daar hoort ze niet naast te staan. Wie was dat? Suharto. Was dus een reusachtige. En
dat blijkt dan nu, mag iedereen het zeggen. Maar tot voor 22 mei laatstleden mocht dat niet. Of 2 mei laatstleden mocht dat niet. Dat is de dag dat hij gedonderd is. Nou ja, dat is gouvernance et prévoir. Ik vind dus, als je in de business bent, als jouw taak is als journalist om iets te analyseren, dan moet je eerst die ingrediënten van informatie op een rij hebben. En dat betekent de geschiedenis bestuderen en kijken wat er in dat land aan de hand is. En dat heb ik nou 40 jaar lang gevolgd in Indonesië. En dan wordt er een of andere idioot in Den Haag, vindt dan dat de koningin op staatsbezoek moet bij die schurk. Nou, dan wie halen ze dan naar de koningin? Een paar hoogleraren uit Leiden die allemaal netjes zeggen dat ze vooral moet gaan. Want die willen allemaal nog een lintje krijgen op de verjaardag. En die zitten ook allemaal in de zakken van de verkeerde mensen. En dan denkt zo'n koningin, ja, ze moet echt gaan. Nou. En jij zei van, je moet niet gaan. Kijk, ik heb het heel zuiver gespeeld. Ik ben 3 maanden in Jakarta gaan zitten in 1995 om te kijken of ze moest gaan of niet. Hoe erg het zou zijn als ze zou gaan. Toen heb ik op 14 maart 1995 een brief geschreven aan Kok en aan de majesteit. Tegelijk, geheim, niet in de publiciteit, niks. Gewoon person to person. Hè? Majesteit, premier, ga niet naar die smeerlap toe, want je komt in de soep. Nou, ik kom thuis in eind april, wat hoor ik? Ze gaan. Ik denk, dan hebben ze het niet begrepen. Dus ik schrijf een brochure bij de Papieren Tijger. Bon voyage, majesteit. Nou, daarin zet ik in 30 pagina's uiteen de redenen waarom ze niet moet gaan. Nou, ik stuurde die naar de majesteit, maar een journalist gaf hem aan Kok. Want ik wist dat Kok hem al had. Maar ik denk, om te pesten, vraag ik op de persconferentie Nieuwspoort of die klootzak ook nog even eentje geeft aan Kok. En weet je wat Kok deed? Die gooide die brochure op de grond. Die rotzooi wil ik niet lezen. Waarop ik dus de heer Kok aan de majesteit opnieuw een briefje heb geschreven en gezegd, het is erg jammer dat u het niet goed leest. Want ik kan wel zo op de grond gooien, maar het gaat fout. Toen werd ik geroepen bij de directeur van de Rijksvoorlichting, meneer Hans van der Voet. Nou, dat was echt een run, die vent. Want die zei tegen me, nou heb je die brochure geschreven, jij zou meegaan met de majesteit als journalist. Maar had die brochure nou geschreven na de reis van de majesteit, want nou kan je niet mee. Toen zei ik, meneer Van der Voet, ik heb natuurlijk niet informaties getrokken of u eigenlijk de middelbare school heeft afgelopen. Maar, aangenomen dat u dat heeft, dan zou u toch moeten begrijpen dat de clue van die brochure is, voor ze gaat, om te zeggen dat ze niet moet gaan. Achteraf, dat kan iedereen. Ja, maar toen zei Van der Voet, de Rijksvoorlichting, ja, maar de majesteit zit in de gordijn. En Kok zit in de gordijn. Ze zijn razend. En nou kan u niet mee. Toen heb ik gezegd, daar heeft u helemaal niks mee te maken. Ik mag als journalist die mening hebben. En dat is geen reden om mij uit te sluiten van een reis. Dat slaat nergens op. Dit is freedom of the press. Hè? Nou, et cetera. Ben je niet mee geweest? Ik ben niet mee geweest. Maar er is wel iets anders gebeurd. De Indonesische ambassadeur en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Alatas, wisten niet dat ik niet mee zou komen. Want van Indonesië mocht ik mee. Die weten dat ik al 30 jaar of 40 jaar zeg, zo hard is een kroek. Hè? Dus die vinden dat helemaal niet. De minister van Indonesië, Alatas, liet mij bedanken via de ambassadeur voor het toezenden van de brochure dat ze niet moest gaan. Dat vond hij een prima stuk. Hè? Nou, toen, moet je luisteren, Luc. Toen heb ik dus die Indonesië. Toen hebben de Den Haag heeft geregeld via de inlichtingendiensten dat ik door Indonesië, heel laf. Ze hebben niet gezegd, Willem, je kan niet mee, want dat konden ze niet maken, want ik ben een erkende journalist. Ze hebben de Indonesiërs gevraagd om mij geen visum te geven. Zo laf zijn ze geweest. En dat is in opdracht van de koningin gebeurd. En Kok kon er niet tegenop, die heeft daar listen maar mee gaan dansen. Maar dat heeft ze wel natuurlijk in de puree geholpen. Want ik heb gerapporteerd aan de ambassadeur en aan de minister van Buitenlandse Zaken van Suharto dat ik niet mee mocht, omdat ik Suharto
de Pol Pot van Indonesië noemde. En dat de koningin eigenlijk ook begreep dat ze beter niet kon gaan, maar nou was het te laat om de reis af te zeggen. Nou, wat gebeurt met de majesteit? Die arriveert in Jakarta. En volgens minister Van Mierlo wandelden ze in een mijnenveld. Want het was voor het eerst in de geschiedenis dat het staatshoofd niet kwam afhalen. Dus Beatrix komt met Klaus aan in Jakarta en Suharto is niet aanwezig. Laat hij klus opknappen door de minister van Buitenlandse Zaken. Want Suharto, schurk die die is, heeft meer respect voor mij, die zegt die vent hoort aan de hoogste boom, dan mensen die dat ook denken, maar daar een groot kruis komen aanbieden, begrijp je, op een staatsdiner. Dus hij heeft de helft van de reis van Beatrix afgezegd, hij heeft alle lunches bekort, hij heeft de ontmoetingen van 2 uur tot 20 minuten bekort. De minister van Mierlo kwam die avond op de persconferentie en zei de koningin is in het mijnenveld terechtgekomen. Ja, dat had ze zelf geregeld, hè. Nou, en dat vind ik jammer, dat vind ik helemaal fout gedaan. En ja, dat zeg je? Je zegt nu toch, die Indonesiërs, ja, die hadden dus toch een soort, we kunnen niet zeggen acceptatie, maar die zeiden zelfs het die feit hebben dat meer respect voor mij dan voor die lui. Want, maar is dat deel van hun cultuur? Natuurlijk, dan moet je de Max Havelaar lezen van meneer Multatuli. Daar staat in dat de regent van Lebak, de Nederlanders, hè, die, ja, die lui met die polder, van die poldermodel, huh? Met die klompen. Daar staat in de Multatuli, schreef dat al 150 jaar geleden. De Nederlander kan meer van de regent van Lebak leren dan omgekeerd. Die lui zijn zeer civilized in Indonesië. Zeer civilized. Dus een concept. Je hebt natuurlijk ook schooiers. Maar dus een concept als persvrijheid, in welke vorm dan ook. Maar nee, dat was er natuurlijk niet. Nee, maar je eigen mening naar voren brengen, dat nee, nee, dat kon Suharto zich permitteren om ten aanzien van mij of Alatas te waarderen. Maar ze hebben daar een smerig perscensuur, ze hebben daar een fascistische politiestaat gerund. Daar heeft geen ene journalist 32 jaar lang zijn mond open kunnen doen onder Suharto. En wie het wel deed, ging meteen de bak in of zijn krant ging dicht. Dus dat kon hij zich permitteren, Suharto, ten aanzien van een buitenlander, maar niet ten aanzien van een Indonesische. Als een Indonesische journalist had geschreven, Suharto hoort aan de hoogste boom, dan was hij geëxecuteerd. Want er is in de wet, Suharto heeft in de wet laten opnemen dat je het staatshoofd niet mag beledigen. Dus als ik in Indonesië ben 3 maanden, dan zeg ik tegen minister Alatas, ik zal niets doen, ik zal geen onvertogen woord tegen meneer Suharto zeggen als ik op uw grondgebied ben, want ik ben hier gast. Maar u weet wel hoe ik erover denk. En dan begint hij te gniffelen. En hij is nu nog steeds minister van Bijen. Een goede man. Dat is natuurlijk ook een Van Sukarno-man. Ligt er aan de het afzetten van Suharto ook een laten we zeggen, een sociale dat tweedeling? Is het meer dan alleen maar links en rechts? We zien moslims die op een gegeven moment nu... Dat weet ik niet. Nou kijk, die moslims spelen... Je hebt de moslims, kijk... Er is natuurlijk wel een fundamentalistische moslimbeweging aan de gang daar. Maar het leger probeert dat tegen te gaan. En of althans, dat houden ze zeer goed in de gaten. Maar het is wel zo, je wordt hartstikke gek als je in Jakarta woont van de islamitische gebeden die s'ochtends om 5 uur over loudspeakers rond worden gestuurd. Je wordt al iedere ochtend wakker om 5 uur. En dan beginnen die lui al met hun eerste gebed. Gaat de hele dag door. Dus dat is natuurlijk ook, ja, ik denk dat Freud daar een hele goede verklaring voor zou gegeven hebben, die niet zo leuk is om te horen, maar die wel waar is natuurlijk. Je moet ieder geloof van ieder ander mens natuurlijk respecteren, maar het is totally geschift. Je gaat toch niet 5 keer per dag een matje uitrollen en naar Mekka knikkenbollen en ja, neem me niet kwalijk, we zijn in het jaar, we gaan nu het jaar 2000 in. Maar goed, de wereld. Nee, ja, de wereld, maar daarom gaat het ook zo, broer. Want al die lui zitten vast aan sprookjes van moeder de gans die teruggaan naar de middeleeuwen. Kijk, we leven in een andere tijd. Er is een nieuwe reality. En om nou vast te blijven houden, als je zo'n kardinaal Simonis nou vandaag weer hoort op televisie, die daar met een chip in zijn hoofd zit, vanuit de tijd dat prinses Wilhelmina werd aangehouden in de koets bij Goejan Verwellesluis.
Die gaat, die meneer Simonis, die gaat ook 200 jaar terug. En die zei, ik vind het fantastisch dat Bernard en Juliana en die Margriet daar eventjes de communie zijn gaan doen. Ik doe het ze niet graag na, want de wijn is niet goed genoeg. En ik vind zo'n hostie niet om te pruimen. Maar in ieder geval, in het vuur van het gevecht om deze Marilène van den Broek aan een prins te koppelen, hebben dus zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard en ex-koningin Juliane en Margriet deze stunt gedaan. Ik vind het super. Want wat doet het er in godsnaam toe? Ja, maar dat vinden wij. Maar dit najaar komt er een nieuwe encycliek, zo'n rondschrijfbrief van de paus, waarin die het nieuwe tijdsdenken, ja, de New Age, daar oordeelt. Daar weet die arme paus helemaal niks van. Zegt die paus is natuurlijk al lang klaar. Ja, die man die schrijft hele mooie gedichten in zijn diario. Oh, dat geloof ik graag. Eigenlijk zou hij daar een beroep van moeten maken, in plaats van die tentrunnen. Want die loopt ook 200 jaar achter. Die wil niet. Die is tegen iedere verhouding tussen heren en dames. En dames noemt dat zeer onnatuurlijk. Nou, ik ben er al jaren in afgestudeerd en ik ervaar het als zeer natuurlijk. Nou, ten tweede wil die bijvoorbeeld dat geklets over van die Rooms-Katholieke Kerk, dat is op het misdadig af om in deze tijd. Dat rapporten van de Club van Rome grens aan de groei hebben vastgesteld, om dan te gaan zitten ouwehoeren over dat je geen voorbehoedsmiddelen mag gebruiken en dergelijke. Die lopen zo achter. Het is zeer kwalijk. Het is een zeer remmende factor in de voortschrijdende beschaving. Het is een achterblijven waar je eigenlijk een psychiater bij zou moeten aan, maar die redt het niet. Ja, oké, maar we zitten mee met van die dingen, zoals in Nederland zitten we met het Koningshuis. Ja, gauw. Maar dat zeg ik al jaren. De Gouden Koets, we hebben deze week. Ja. Willemina is in 1898, 100 jaar geleden, ingehuldigd in de nieuwe kerk. Zo. Nou, dat is 100 jaar geleden. Ja, maar dat is net als Colijn, die toen nog schoot in Atjeh op die arme dames die daar rondliepen. Dat kan ik me voorstellen, dat die Gouden Koets 100 jaar geleden... Maar kijk het schatje nou eens aan. 18 jaar. Ja, ze wist van de prins. Ze wist van de prins geen kwaad. Ze wist van de prins. Ze trouwde met Hendrik. Natuurlijk. Ze wist absoluut niet waar Abraham de Mosterd haalde. Maar ze dacht dat ze koningin was. Nou, ja, dan ben je natuurlijk niet meer te repareren. En dat heeft ze het hele leven is ze blijven denken. Nou, moet je even nagaan. Dat is... Maar we zitten dus met een koningshuis waar je dus op een bepaalde manier toch nog wel niet alleen relaties, maar bewondering voor hebt. Nou, voor dat de personen, dat... nee, maar ik kijk. Doen die mensen een goede job? Wat staat doen die mensen een goede job? Uitstekende job voor de job die ze gevraagd wordt om te doen. Dus de koningin, ik denk dat koningin Beatrix in de geschiedenis in zal gaan als iemand die buitengewoon precies haar job kende en probeerde zo goed mogelijk te doen. Dat is maar de hele dag opgeprikt in rondrijden en hallo zeggen en vriendelijk. Ja, en... maar ik zal je wat vertellen. Het is een ziekte. Hè? Dus ik heb dat meegemaakt door toevallige omstandigheden. Zijn we door dezelfde dame grootgebracht, hè? Beatrix en ik. Dus ik hoorde daar wel eens zo het een en ander over. Want die had een kamer op zo'n dek. Nou, dan zal ik je vertellen. Ze wou het aanvankelijk helemaal. Hoe ze het zo gek gekregen? Ja, dat heeft mijn gouvernante dus voor elkaar gebokst. Helemaal geen koningin worden. Wel, nee. Dat heeft ze ook in dat interview met Helle Hazen nog gezegd. Dat ze als kind dikwijls had gehuild dat ze koningin moest worden. Maar op een gegeven moment, en daar heeft juffrouw Buren-Boekhout, die pedagoge die ons beide in het gareel heeft weten te krijgen... Ik vind, voor zover dat gelukt is. Nou, ik vind dat het bij mij beter gelukt is dan bij haar majesteit. Maar goed, dat is wat anders. Het gaat er namelijk om, dat hebben we ook van haar geleerd, om eerlijk te zijn. En als ik nou kijk naar wat ik ervaren heb in de zaak Indonesië van haar, dan is dat geen eerlijke zaak geweest. Maar goed, in ieder geval is het zo dat deze mevrouw haar begeleid heeft, want Juliana kon het niet. Kijk, koningin Juliana is een enig mens. Want herinner jij je minister Sico Mansholt? Ja, ja, ja. Van landbouw en visserij. Dat was een vriend van mij dus. Hè. Dus dan, ik had toen een huis in Noord voordat de staat me had geruïneerd. En dan kwam Mansholt wel eens bij mij lunchen. En die vertelde nog, dat was al in de 80er jaren, ik heb het onlangs teruggelezen, dat Mansholt zei, we hadden het over dat Koningshuis en de Republiek, hè? En toen zei Mansholt, nou ik zat een van mijn laatste bezoeken aan koningin Juliana, op Soesdijk toen ze nog koningin was,
heb ik in dat gesprek, zaten we te praten, en heb ik in dat gesprek tegen haar gezegd, maar mevrouw, Beatrix moet majesteit worden aangesproken. Juliana doe gewoon, hè, mevrouw. Dus, ja mevrouw, maar u weet toch dat ik republikein ben, hè, zei Sico Mansholt tegen de koningin. Waarop Juliana antwoordde, ach meneer Mansholt, als ik geen koningin was, zou ik ook republikein zijn. Nou, dus, daaraan kan je zien dat dus prins Bernhard en de koningin Juliana een veel meer relativerende houding aannamen tegenover dat koningschap als Beatrix, die niet te genieten is op dat punt. Ze is absoluut voor iedereen een probleem, een real problem. Want toen ze eenmaal besloot om het te doen, heeft ze ook besloten om het zo goed te doen dat er geen speld op. Er is absoluut niets op aan te merken. Ze heeft een keer een gigantische blunder begaan in Quebec, in Canada tijdens een reden. Heeft ze heel ontactisch gesproken over die Franse afscheidingszaak. En dat had Van den Broek voor haar geschreven. Dus daar zullen ze het nou nog wel eens over hebben naast zijn familie. Hij is een oom geworden van haar, geloof ik. Wat is die aangetrouwd. Ja, aangetrouwde oom, toch? Of is het een neef? Wat wordt Van den Broek? Hij zou eigenlijk haar chauffeur moeten zijn, maar goed. In ieder geval, ja, want die Van den Broek, dat is natuurlijk ook een ramp, die kerel. Dat is echt een ramp, die man. Maar die zit voor ons in Brussel. Ja, voor jou? Je zei voor ons. Je zei voor ons, het klonk voor, een beetje. Ja, voor. Oh. Voor de nou, wat volk. Mij betreft. En we krijgen een euro. En mag die naar Duisenberg mag over op de Duisenberg is natuurlijk een prima man. Maar dat is Van den Broek dus niet. Het zou zelfs te verdedigen zijn. En dat zou ik ook kunnen. Aan de hand van de informatie waar ik over beschik. Dat het kabinet Lubbers van den Broek, zowel in Zuid-Afrika als in Suriname, terrorisme heeft bevorderd om Pretoria en Bouterse dwars te zitten via Klaas de Jonge in Zuid-Afrika en Brunswijk in Suriname. Kijk, je herinnert je die president Noriega van Panama, die ook in drugs deed. Nou, dat was eerst een vriend van de Amerikanen, van president Bush. Die leverde de spullen en op een gegeven moment hebben ze hem eruit geplukt. Op een gegeven moment wist hij te veel. Dus die man werd dat was vervelend. Waarom, jij bent ook zo'n vent die te veel weet, waarom doe dat je dat? Dat heeft prins Bernhard, ja, moet je nagaan. Bernhard zit een keer op een diner naast Devi Sukarno. Herinner je die Japan? Ja, de derde vrouw van. Ja, precies. Woont in New York. Woont in New York. Ja, ik heb dat net via Max Westerman op televisie laten zien. Ik heb Max getipt om dat te doen. Goed. Want hij wist natuurlijk niet waar ze zat. Toen zei prins Bernhard, die regelde dat hij, want die wist dat ik zeer close was met Devi Sukarno. En die was als de dood dat er over zijn privéleven dingen naar buiten zouden komen die hij liever niet naar buiten had. Dus Bernhard regelde via de Graaf de Beaumont in Straatsburg een diner. Ze waren gaan jagen, ze hadden die allemaal patrijzen geschoten. En Devi werd geplaatst als tafeldame van zijn koninklijke hoogheid, prins Bernhard. Waarop op een gegeven moment prins Bernhard zegt tegen Devi Sukarno: ja, ik begrijp dat u een vriend bent van de journalist Willem Oltmans, mevrouw Sukarno, maar het ging in het Engels, hè. Maar het beroerde van die man is dat hij altijd weet wat hij niet behoort te weten. Letterlijk, hè? Dus met andere woorden, pas op. Waarop Devi antwoordde, ach, Your Royal Highness, ik zal het in het Holland zeggen, mijn man, president Sukarno, beschouwde hem als een lid van de familie. Meteen een volgend onderwerp, begrijp je? Maar het is natuurlijk wel leuk, als je nou bedenkt, we springen een beetje van dak op dak of inderdaad. Ja, helemaal niet. Nou kijk, die prins, wat hij ook gedaan heeft, en daar is misschien veel op aan te merken, met Lockheed en al die dingen, maar je moet ook altijd in balans, dat heb ik ook een beetje van Sukarno geleerd, je moet altijd in balans de dingen bekijken. Hè? Dus ook de goede kanten van prins Bernhard, nou die zijn dus niet mis.
die heeft zeer veel voor dit land gedaan, die kerel. Hè. Dikwijls ging hij daarmee buiten zijn boekje en deed dingen die hij niet mocht als echtgenoot van het staatshoofd. Maar hij werd dus op een gegeven moment geconfronteerd in 1979 met een biografie over zijn leven van Wim Klinkenberg. Het boek kwam uit op een zaterdag in de boekwinkels. Nou, en Drakenstein en Soestdijk lieten in Baren en Bilthoven... Alle boeken opkopen. Nee, maar genoeg dat de hele familie het kon lezen. En vlogen tegen het plafond. Waarop prins Bernhard een besluit nam en zei, ik ga mijn eigen verhaal schrijven. En hij huurde in een oud ambtenaar van de Rijksvoorlichtingsdienst, Robert Ammelaan, die de memoires van oud-minister Schmelzer van Buitenlandse Zaken had geschreven. Dus hij had zijn sporen verdiend. En die Ammerlaan heeft van 80 tot 87 op Paleis Soestdijk dat boek geschreven van 800 pagina's. Met gebruik van de documentatie die prins Bernhard, de archief van prins Bernhard, mocht hij. Dat hebben ze samen gemaakt, dat boek. Ik gaf mijn boek, 8 van mijn boeken zijn uitgekomen, waaronder 5 dagboeken, bij Koninklijke Bos en Keuning in Baren. Via eerst IJzer de Visser en toen Wim Hazeur. En die Wim Hazeur vertelde mij op een goede dag. God, we hebben reuze gedonder, want die er is een boek van Bernhard. En wij hebben Ammerlaan in de directie van Bos en Keuning opgenomen, voorwaarde dat hij de memoires van Bernhard binnenbrengt. En hij zit nu hierboven op 1 hoog, op de Prinses Marielaan 8 in Baren, het ding klaar te maken. Ik zeg, nou, ik ken die Ammerlaan, ik ga even naar boven. Dus ik ging met Ammerlaan kletsen en vroeg aan Ammerlaan, zit daar die verrips in, die CIA-agenda? Zit dit erin? Nee, dat zat er niet in. Ik zeg, nee, een rotboek geschreven. Nou, goed, even. Ik zal een lang verhaal kort maken. Het boek was klaar en het kwam niet uit. Is het uitgekomen ooit? Nee, maar daar ben ik nu aan bezig. Ah. Dus, het boek kwam niet uit. En wij gingen vragen, maar hoe zit dat dan? En wat blijkt? Dat koningin Beatrix als hoofd van het Huis van Oranje kon besluiten om de uitgave van dat boek tegen te houden, want het copyright van dat boek was van het Huis van Oranje, want prins Bernhard is Huis van Oranje. Dus het boek mocht niet uitkomen van Beatrix. Nou, toen heb ik Henk Hofland geïnformeerd en Hofland heeft Wout Woltz geïnformeerd. En toen hebben ze een verslaggever van de Velde van de NRC erop gezet. En verdomd, hij kreeg het rond. En in november 88 verscheen op de voorpagina van de Nieuwe Rotterdamse Courant Beatrix houdt biografie van Bernhard tegen. Groot bericht. Iedereen loog. Want als Beatrix het niet wil, dan moet het men liegen voor koningin en vaderland. Hè? Dus, Ammerlaan loog dat hij nooit aan een boek had gewerkt. Wim Hazeur, mijn uitgever, zei, ja, ik stuur mij maar, hoe heet die vent van de VARA? Witteman. Maar dan moet je het zo doen dat je zegt tegen Witteman, ga maar om 4 uur naar mijn kantoor, want ik moet overvallen worden, want anders kan ik ook niks zeggen. Nou, et cetera. Alles heb ik in mijn dagboek teruggevonden nu, niet zo lang geleden. En heb daar een artikel over geschreven, dat er een biografie al 10 jaar van prins Bernhard ligt, die maar niet uitkomt, omdat de majesteit het niet wil hebben. En dat vind ik onrechtvaardig tegenover haar vader, die dat recht heeft om zijn eigen verhaal te vertellen. Bij zijn leven. Niet à la Colijn, 100 jaar later, weet ik wat. Hè? Dus, ik stuur het artikel naar HP De Tijd, het verdween. Ze antwoordde niet, ze zei niet of ze het wel of niet namen, ik hoorde er nooit meer iets van. Toen zond ik het naar De Groene, die ietsje linkser is, of ietsje progressiever, of hoe je het noemen wil, ook nooit meer iets van gehoord, verdween het artikel. Tot De Bezige Bij, in het tijdschrift Millennium, zeer geïnteresseerd was om dit artikel te gaan publiceren over die biografie van Bernhard, plus hoe het tot stand gekomen was met alle details op uur en datum. En de jongen die dat plaatste, Joris Abeling, die dat stuk aannam en bewerkte en klaarmaakte, ging toen het klaar was om naar de zetterij te gaan met een vriend naar Kosovo,
En verongelukt op de weg terug uit Kosovo, een jongen van 28 jaar, een zeer veelbelovende jonge journalist. Die kwam om het leven bij dat ongeluk. De andere jongen heeft het overleefd. En het stuk is uitgekomen. Dat is een paar maanden geleden, in april is dat grote stuk van mij uitgekomen. Doodse stilte, behalve de Trouw, die schrijft, Oldmans heeft zich opgeworpen als loopjongen voor prins Bernhard. Nou, in mijn proces moet ik aantonen dat ik 42 jaar die rode kaart heb gehad. Hè? Dus, prinses Margriet, met wie ik op reis ging naar Canada in 1995, zei na afloop van die reis tegen mevrouw Van Vonderen van de Rijksvoorlichtingsdienst, God, waarom mochten wij toch nooit van Willem Oltmans houden? Het is zo'n aardig man. En dat bewijst dus dat er een rode kaart was, ook voor de koninklijke familie, begrijp je. Dus dat was voor mij heel belangrijk. Maar wat deed die mevrouw Van Vonderen? Die zat 5 dagen later op een diner voor kanselier Kohl van West-Duitsland, naast de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes. En zei tegen Pieter Broertjes, we hebben zo'n enige reis 8 dagen in Canada gehad met Willem Oltmans, want ik was de enige journalist mee met Pieter en Margriet. Hè? Wat is dat een leuke vent? En weet je wat Margriet zei? Waarom mochten we niet van hem houden? Nou, Pieter Broertjes biedt mij een diner aan voor mijn 70ste verjaardag. Dat is dus 2 jaar geleden. En geeft mij een boek cadeau en schrijft daarvoor in dat prinses Margriet in Canada zei, waar mocht u niet van hem houden? Nou, ik beschouw dat als een persoonlijk cadeautje van Pieter Broertjes en mij, van de Volkskrant. Dus ik maak een kopietje en stuur het naar mijn advocaat. En zei tegen die advocaten, Peter Nicolai en mevrouw Pasman en vooral meneer Vermeer, kijk eens eventjes wat ze tegen me gedaan hebben. Die rode kaart, die wist zelfs Margriet van. Toen zei die advocaten, maar we gaan Margriet roepen. En dat gaat 16 juni gebeuren. En toen heeft de landsadvocaat dat tegengehouden. Het is in hoger beroep gegaan en het Hof in Den Haag heeft gezegd, onzin, de prinses moet komen. Dus ze komt 16 juni. Maar prins Bernhard zei tegen mij in Suriname, tijdens het staatsbezoek in 1978, dat is nu 20 jaar geleden, kwam hij naar me toe. Ik kwam niet naar de prins toe, dat doe ik nooit. Hij kwam naar me toe en zei, we moeten praten, kom eens naar Soestdijk. En dat is nooit gebeurd. Dus, nou ik weet dat Margriet de rode kaart had, is prins Bernhard gedagvaard gisteren toevallig. je krijgt niet alle dagen een deurwaarder op Soestdijk. Dat moest toch ook eens een keer gebeuren. Ik bedoel, ze zijn toch allemaal gelijk eigenlijk. Hè? Ook bij de heer. Dus, daar is gisteren dat is. Maar ben je geen dramateur geworden? Nou, want je anceneert het toch in, wat in zit je te porties? Kletsen? Wat zit je te kletsen? Ik doe gewoon mijn business. Kijk, ik wil prins Bernhard vragen of hij ook van die rode kaart wist. En dat ik daarom, terwijl hij me uitnodigde, nooit ben gekomen. Terwijl Rapp en zijn maat komen op zijn dek zijn. Maar waarom zegt op een gegeven moment die Nederlandse regering is, betaal die Oldmans een miljoen of wat we hebben. Omdat, dan geef ik je een voorbeeld. Lubbers wou dat doen. Maar ze liegen tegen Lubbers, zoals ze ook liegen tegen Kok. Dus, wat gebeurt? Ik reis met Lubbers dan eindelijk naar Zuid-Afrika. Waar ik net uitgegooid was door dokters van Leeuwen die daarover loog dat hij dat gedaan had. Nou goed, ik ga met Lubbers naar Zuid-Afrika en Lubbers gaat uit. Ik praat met hem in het vliegtuig en hij zegt, ik zal uitzoeken wat er met jou eigenlijk precies aan de hand is. Op 8 augustus 1994 roept Lubbers mij naar het torentje, meneer Lubbers. Ruud. En zegt, letterlijk, ik heb je zaak uitgezocht. Het is niet in orde. En je bent al 40 jaar getreiterd en dan kom je ook nooit meer af. Maar ik wil wel iets doen. Daarom dacht ik, zal ik je nou 100.000 gulden geven om een nieuwe vleugel te kopen? Want ik had mijn piano in Zuid-Afrika achtergelaten. Ik zei, meneer Lubbers, een ton is voor de postzegels. Ik heb 42 jaar schade geleden door die rotzakken hier. Heeft u dan, vroeg ik aan Lubbers, niet gezien wat de vakbond NVJ, wat mijn beroepsorganisatie, aan schade heeft berekend? Dat is 2,8 miljoen. Wist hij niks van. Dus,
Lubbers als premier vraagt aan de directeur van de Rechtsvoorlichtingsdienst, Hans van der Voet, wat is die zaak Oltmans, leg me dat uit. En ze geven hem niet de informatie die hij vraagt en die hij nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen. Want hij dacht van, dat regelen we wel. Hij dacht dat dat Ton een reuze mooi cadeau was. Nou, je hebt die Ton ook niet gekregen? Nee, omdat ik heb gevraagd of die gek geworden was. Nou, dus. En de vleugel heb je nog steeds niet, want die ben je weer kwijt. Nee, maar luister, ik begrijp dat je het een beetje grappig wil houden, maar het is om te huilen. Kijk, toen vroeg ik aan Lubbers, maar weet u dan niet dat de vakbond mij 2,8 miljoen wil geven aan schade van 42 jaar treiteren? Toen zei hij, knopje gedrukt, toen kwam Van der Voet van de Rijksvoorlichtingsdienst. Hans, waar is de berekening van de... Ja, die heb ik wel gezien, maar die kan ik nou niet vinden. Toen zei Lubbers, kan je me vanmiddag nog faxen? Heb ik gedaan, naar zijn eigen faxnummer. Maar ja, het was natuurlijk te laat. Hij was er al uit, hij ging de 31ste weg. Hij heeft toen nog geprobeerd me toch te helpen. Hij heeft ook later steeds geprobeerd me te helpen, maar niet echt. De enige die waarheid heeft gesproken onderheen, hij is ook voor de rechter geweest, Lubbers. En toen kwam Ria Lubbers, die heeft de waarheid gesproken. Maar ja, die heeft ook verder aan niemand een boodschap, hè, dus die kon dat. Nee. Dus ze hebben aan de ontbijttafel gezegd, ja, dat zei Ruud, ik kan niet helemaal zeggen zoals het is, maar doe jij het dan. Dan liggen we ook weer beter bij Simonis. Willem, ja. Luister eens, we zijn, ons uur is op, of meer dan een uur. Ja, heb ik te lang... Helemaal. Dus je kan lekker knippen. Nee, we knippen nooit. Nee, je knipt dat... niet, heb je geen schaar? Nee, maar we knippen niet. Knip je niet? Nee, dat is te veel werk en ik vind dat journalistiek. Nou, dan en denk bovendien die mensen... is dit een vrij behoorlijk cadeautje, want in Amerika, hou ik altijd lezingen toenezen, dan krijg ik $1500 per uur. Dus als ik nu heb gesproken een uur en een kwartier, dan zit ik nu tegen de $2000 aan. Nou, dat bespreken we straks even. We gaan eerst dan even het geld. Ja. Namelijk, de staat van bedrog ligt bij de Amsterdamse boekhandels. Ja, het ligt in ieder geval bij Atheneum. Maar kijk, ik heb dus, wat mij zo opvalt, Luc, is dat dit boek, hè, waar al deze dingen gedocumenteerd, want er staan 100 documenten bij met brieven van iedereen. Hè, de mensen zeggen op straat nu tegen mij, Ga door, knok, knok, knok. Je hebt gelijk, je moet het doorzetten. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Iedereen schijnt er nu van te weten dat ik knok tegen de staat. Maar waarom lezen ze nou niet eens wat er echt gebeurd is? En kopen dat boekje, want dan nou, kan je dat toch bedoel weer ik wel. Ja, ik word er niet wijzer van, want daar krijg je dan 1,25 is dan mijn deel. Maar, per boekje. Maar, kijk. De mensen praten maar zonder werkelijk een opinie te hebben. En ik vind, als je in dit land gaat stemmen en een oordeel wil hebben over Den Haag, nou dan kan je hier nou eens een keer zien hoe ontzettend smerig die zaak, die ik aan de lijf heb ondervonden, in elkaar zit. De staat van bedrog. Ja, nou, kijk, we lijken wel een beetje op elkaar, want ik bemoei me niet met de staat van Den Haag, weet ik niks. Maar ik bemoei me met de stad. Ik heb laatst een droom gehad en ik zeg, ik ben het zout in de wonden van de stad. Ik denk dat Willem Oltmans wel een beetje het zout in de wonden van de staat is. Nou, dank je, Luc. Dank je wel. Oké.